vandaag weer, ja, de Game Boosters. Ik, mijn naam is Bradley. Ik zit nu een video op te nemen voor het spel World War Heroes. Dit is een spel voor de Tweede Wereldoorlog. Kan je misschien wel zien bij Special Offer hier en zo. Ik kan nu mijn wapens laten zien. Dit is de M3. Dit is mijn primary weapon. Die staat dan bovenaan. Dat is een Amerikaans wapen. Hij heeft nu plus 1. Dat betekent dat hij meer damage doet dan normaal. Mijn rifles heb ik de 405 Winchester. Dat is een Duits wapen. Ik heb hem nog niet goed geüpgraded. Dus daarom zie je ook geen plus 1. Machine guns heb ik niks. Maar ik wil wel binnenkort deze gaan halen. Of als ik level 10 ben, wou ik deze BAR. En bij shotguns heb ik deze M1887. Dat is een Amerikaanse shotgun. Ik vind hem niet zo zeldzaam, dus daarom gebruik ik hem niet. Ik heb hem ook niet geüpgraded, want ik vind hem niks waard. Bij Spencer heb ik de Panzerfaust, die ik wel gebruik. Deze gebruik ik om de tanks kapot te maken van vijanden. Het is een Duitse wapen, dus ik gebruik hem wel vaak. En een pistool, deze pistool. Dit is de Colt 9111. Dit is volgens mij de bekendste pistool. Volgens mij kennen jullie die ook. Ja, en ik vind hem heel erg sterk, maar ik gebruik hem niet. Dus ja. Nu ga ik even een potje spelen. Team Deathmatch hier zo. Je hebt verschillende modes. Hier is Team Deathmatch. Deathmatch. Team Deathmatch with a bump. Hardcore. En custom games. Nou, ik ga nu even Team Deathmatch spelen. Hierna ga ik Deathmatch. En misschien als het kan nog custom games. Nou, we zullen zien. Ik hoop dat we misschien een potje kunnen winnen. Zo, even wachten. Ja, echt spannend. Zo, ik ben al in het begin van het potje. En we staan met 1-0 achter, maar daar maakt niet zoveel uit. Ik gebruik nu wel mijn M3. Hier is een tank, ik heb geschoten. Ik ben nu dood, ik werd geschoten door een sniper. Hij zit ook achter een muur ook, hè. Vind ik ook niet zo, dat vind ik ook best wel gemeen van hem. Ja, dat is niet zo leuk. Zo, even kijken, ik kan hem nog niet. De kans van alles pakken. Kijken, zo, ziek. Kijken. Joni! Oh. Oké, kom op. Ik ga nu mijn M3 gebruiken. Ik ga achter hun aanlopen, want hun horen bij mij. En hier rechtsboven zie je granaten. Hier is dit. Dit is inzoomen. En die daarnaast, dat is hier. Ik ben nu doodgemaakt door een. Ja, door een. Een tank. Ik ben ook niet al te goed in dit spel, dus jullie hoeven me ook niet pro te noemen of zo. Maar slecht ben ik ook weer niet. Oké, pak hem. Oh, ik heb hem net niet. Vind ik altijd niet zo leuk. Dan komen ze met hun wapens die veel sterker zijn. En dan kom ik nog met mijn M3. Dus dat is altijd zo vervelend. Dat vind ik ook een beetje een nietje. Dat is ook niet zo goed. Dat ze op de filmpjes gaan kijken of ze een sterkere wapen kunnen gebruiken. Ik kan het helemaal niet meer. Ik kan nog maar zeggen, oké, hoe moet ik dat doen dan? Ik vraag me af waarom hij doet het dood. Ja, ik ben ook niet zo goed in het spel.
Sommige mensen zijn goed, maar de anderen zijn dan weer juist weer het tegenovergestelde. Dit is weer ongeveer 5 minuten. En ik heb nu eens 1 kill kunnen maken. Ik heb alleen maar een assist gemaakt. Ik ren nu daar naartoe. Waar ik net ben doodgemaakt. Je kan ook kruidjes hier rechtsonder. Dan dacht ik nog net dat ik nog een kill zou krijgen. Maar eigenlijk maar had hij die kill van mij gestolen. Kijk hem daar. Waarom word ik steeds gekild? Bij dit spel heb je ook een battle pass. Ik ga hem laten zien naar de potje. Wat onmogelijk gaat winnen. Oh, dit is mijn eerste kill. Ik zag jullie hier op naar boven dat ik een kill had gemaakt. Oké, nu ga ik ook gaan kunnen. Maar hier staat dat ik een assist maak, terwijl ik gewoon duidelijk had gespeeld. En 2 op 1, dat is echt plezier, maar oké. Ik probeer daar nog een keer naartoe te rennen. Oh, en hebben jullie ook de video van gisteren nog een duimpje omhoog achtergelaten? Zeker nog abonneren en ja, is het zo. Dus ik wil nu gewoon daar naartoe waar de jobs zijn. Want ik word nu keihard geraakt. Ja, ik heb hem. Dat is mijn tweede kill. Je kan ook wapens oppakken. Ja, ik ga zijn wapen niet oppakken. Ik ben niet zo iemand die zo'n wapens nog niet anders kan. Dat kan niet. We horen sowieso. 14 seconden gaan we 20 niet eens meer inhalen. Laat een like achter als ik mijn wapens moet gaan upgraden en al mijn geld uit moet geven. En zet hem dicht. En laat een comment achter als ik het niet moet doen. Nou, ik ga nu nog laten zien hoe de battle pass eruit ziet. Dan moet ik even naar lobby gaan. Ja, hij gaat nu naar lobby. Zo gelukkig dat hij naar lobby gaat. Maar waarom is hij opeens bij de loading screen? Kijk, hier staat de battle pass. Ik kan de battle pass gewoon bijna kopen, want het is 680 goud. En ik heb 475 goud. Dus ik denk dat ik hem morgen al kan krijgen. Even kijken bij mijn kist. Ik kan volgens mij de battle chest. Nee, die kan ik niet openmaken. De regular chest wel. Wat krijg ik eruit? Oh, medic. Medkit. Dus het is niet zo veel waard. Nou, je ziet hier bij de gratis battle pass hier bij 1 niks. Maar bij de battle pass van 1 zie je specialized military forces access en nog een Mosin primary weapon. Bij 2 zie je 50 gold en bij de battle pass zie je 2 weapon upgrade points en nog 2 armor upgrade points. Bij de zilver battle pass bij 3 zie je premium 3-day. En dan zie je hier de Shanka Headwear. Zie je hier mod 24 grenade. Bij de grijze battle pass zie je dan weer 350 credits. Bij de battle pass zie je ook 350 credits. Bij de battle pass zie je dan weer 150 goud. Bij 5 zie je een primary weapon. Een AN-M8. En dan zie je nog een T.MI.35, een grenade. En nog premium 7 dagen. En dan komen we bij 6 aan. 50 goud,
4 armor upgrade points. En 4 weapon upgrade points. En dan komen we bij 7. 3 armor upgrade points. Ik ga nu gewoon zeggen wat er alleen maar komt. Primary weapon M22. Pilot goggles. Headwear side cap. 150 goud. Battle chest. 500 credits. Wacht even jongens, wacht even. Zo mensen, ik ben weer terug. Ik was niet echt naar de deur. Zie je hier zo. Daar zo. 500 credits. Zie je hier de sigaar. Dat is een accessory. Wacht even hoor, wacht. Oké, ik ben weer terug. Hier zie je dan de 100 strong medkit. Dan zie je hier. Zie je hier. Dan zie je hier de rest cross. Haver, een melee weapon, dat is gewoon waar je mee slaapt bijvoorbeeld. Hier de 100 goud. En hier 100. En dan krijg je hier 100 RG33. Dat zijn grenades. Oké, dan zien we hier de RG33. Dat zijn grenades, ja. Dat ik net zei. Premium 5 dagen. 500 credits. Cavalry Saber. Melee weapon is dat. Hier zo 50 gold, 100 strong medkit, premium 7 dagen, hier dan weer de type 100, weapon points, een shotgun, 500 credits, 150 gold, 100 grenades, German cap, dat is gewoon zo'n patch op je hoofd, 2 armor points, officier cap, ik weet niet van welk deze precies is, maar... Ja. En 2 weapon upgrade points. Silver chest. Kamikaze piloot. 500 credits. Mod 24. Sten. Weapon points. Een pistooltje. 50 gold. 150 gold. Premium 7 dagen. Wacht even. Dus. Oké, hier is de piloot helmet, de upgrade points, cowboy hat, hier zijn er wel red credits, medkit, en MP44, aviator glasses, 500 credits, battle respirator, 2 armor upgrade points, silver chest, en de single woman. Nu komen tussen de 24 en 25. Die vind ik echt. Die vind ik de coolste dingen die er zijn. Namelijk de Mauser. De weapon upgrade points. Nou, die eigenlijk niet. Die komt er steeds in voor. Maar deze helm. De Keizer helmen. Deze bestaat al super lang. Iets van 100 jaar. Dan komen we bij de 100. En de eerste Airborne Division. Infanteer. Dat zijn allies. 250 gold. En nog de Sovjet Female Sniper. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Like voor een volgende video. En dan zie ik. En nog abonneer voor op deze kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer. Bye bye.